What's up YouTube? Gina hier van Devi Plays Games met mijn vriendin. Zoals de titel zegt, we gaan naar DITG 2019. We hopen in ieder geval Rikkertje, de bakkertjes en wie weet nog meer te ontmoeten. En ook op film te krijgen, hoop ik. En op de t-shirt een handtekening te krijgen natuurlijk. Dus we nemen jullie mee op reis. Nou, dan staan we op de metrostation en wat zien we daar zo? Komt die pas over 23 minuten. Hebben wij weer. Maar ja, nu te hopen dat wij de trein kunnen halen van 13 over 8. Want dan zijn we flink ruim wel op tijd bij de YouTube-gathering. Dus, Hebben wij weer dat we zo vroeg weg moeten. Maar ja, het is natuurlijk in Den Bosch of Sertogenbosch, hoe je het ook wil zeggen. Dus ja, dan moet je wel een beetje opofferen, toch? Toch, mevrouwtje telefooner? Ja, maar ik moet even kijken. Dus, wanneer de metro er is, nemen we het ook op. En natuurlijk de reis naar de treinstation ook, natuurlijk. Oeh. En hetzelfde op de treinstation, noem maar op. Dus, zie jullie later.
Thank you.
eindelijk aangekomen bij s-Hertogenbosch en nu lopen we naar de DITG. En nou ja, hopelijk is het niet al te druk en anders film ik het maar met een muziekje eronder. En nou ja, tot zo. Deze dame heel graag. Dus hopelijk wilt hij ook een beetje in mijn vlog. En anders hebben we wel een leuk kiekje. We staan eindelijk in de rij om Quint te zien. Bij jou ook. Woehoe! En deze durft bijna niks te zeggen, alleen een handtekening en een foto. Jij helemaal niet. Je durft ineens wat over te vertellen hierover. Maar ik ga het in ieder geval proberen. Het is een mede-YouTuber, dus ja. Toch? Dat wel, ja. Dus, zie jullie later. Hier. Heb ik godverdomme een kermisattractie waar ik die flitsen ziet. Oftewel senpai. Ja. Dat maakt mij niet uit. Hoi, goed hoor. Hallo, gaan we filmen? Kijk eens aan. Even een handtekening. Waar wil je naar dan? Maakt me niet uit. Okay. Heb je er zin in vandaag? Zeker. Goed zo. Dat is onze eerste keer. Oh, spannend. Kijk eens aan, alsjeblieft. Dank je. Kijk wat er gebeurt. We zijn voor de awkward bij Quinn, maar handtekening nummer 1 al binnen en nu staan we in de rij voor de pakketjes zonder Pip. Helaas. Pip is weg, ik zit daar. Arme Pip. Oh ja, daar.
Een vlog zonder Pip is geen vlog, zeg ik dan maar. Nee. En nou ja, de bakketjes kijk ik via deze tutorial. Net als een paar anderen die hier zijn. Broer en zuster TV wil ik zien en Just David's Game. Ook die van mij zijn al. Ben ik van. Dus hopelijk willen de bakketjes net als Quinn ook op de camera. Hoop ik. En anders hebben we altijd nog een foto. Nou, we zijn net bij de bakketjes geweest. En ja, ik was vergeten om op record te drukken, maar goed. We hebben een foto met hun gemaakt. En handtekeningen! Kijk, dit zijn ze. Dit maar een beetje. Nee. Ze hebben een beetje te veel adrenaline. Dus nu nog eentje. Op... Mijn lijst is bijna vervuld, eentje. Broer en zuster TV nog. Ja, we gaan nog voor haar Broer en zuster TV. En dan voor mij dus David en Revé. En Rikketjoe. En voor de rest eigenlijk gaan we gewoon kijken hoe en de wat. Dus we nemen jullie gewoon verder mee. Nou, nu als het gaat lukken. Zoals jullie daar kunnen zien. Is dus David en Revé. En hopelijk gaan we het halen. En anders moeten we gewoon even wachten. Ja, hoe moet ik eigenlijk verder zeggen? Ja, dus David was ik natuurlijk geabonneerd op toen met Kingdom. En voor de rest, ik vind het gewoon gaaf. Wat de hel doe jij nou weer? Helemaal niks. Maar goed, ik hoop dat hij dan ook in de vlog wil. Hoop ik. Meestal wel. En ja, het is gewoon gaaf om hem eindelijk te zien, zeg maar. En ja, zo'n andere praatvideo's waar hij gewoon de waarheid in zegt, vind ik gewoon ook super tof. Want ja, mensen moeten gewoon de waarheid weten, weet je wel. Tof? Dus ja, we nemen jullie mee en hopelijk willen ze op de vlog. In de rij stonden was dus niet dus David, blijkbaar wat we van een crewmember van DITG hebben gehoord, dat die in het ziekenhuis zit. Dus we waren dus bij hun in de rij en op zich wel, denk ik wel chill. Ik moet alleen naar ze kijken, want het was de eerste keer dat ik ze zag. En blijkbaar doen ze Minecraft, of nou ja, Dreamcraft dan, zeg maar. Dus ik ga ze denk ik ook wel checken. We zijn mijn allerlievelings YouTuber tegengekomen die mij het advies heeft gegeven over mijn kanaal. En dat is Rikketjoe. Echt super tof dat ik hem eindelijk heb gezien. Hij is kleiner dan verwacht eigenlijk. Ik dacht dat hij langer was, maar hij was net zo lang als mij ongeveer. Maar in ieder geval, nu gaan wij even wat eten. En dan gaan wij spieken voor Broer en Zus TV. En dan denk ik verder wel kijken hoe en wat we gaan doen of wat dan ook. Dus foto's en alles zet ik natuurlijk ook in deze vlog. Dus ik hoop dat jullie deze leuk vinden. Kijken jullie al zo ver, geef het al een blij duimpje omhoog. En reageer in de reacties beneden. Of je jezelf hebt gezien als wij hebben gefilmd of wat dan ook. En ja, in ieder geval blijf kijken. Nou, na het rondneuzen zagen wij dus ook de zus van Broer en Zus TV. Alleen hele nog niet. Dus daar gaan we wel speciaal voor in de rij strakjes. En daarnet hebben wij bij een stand van DITG zelf. Gratis koptelefoon! Ja, we mochten aan de rat draaien, zeg maar. En ja, we mochten gratis meenemen in plaats van 5 euro. Dus deze gaat gewoon op de kast als versiering. En als een van onze koptelefoon kapot gaat, gaan we die gebruiken. Woehoe! Sport niet!
we hebben eindelijk broer en zus TV compleet gehad. Nou, we hebben gehad dus Quinn, Rikkeltje, Bakkertjes, broer en zus TV. Dus David en CV helaas niet. Nee, die zitten in een ziekenhuis en ik wens ze nog steeds beterschap. Nou ja, en dan zijn we ook rotmuizen. We hebben een sleutelhanger gekocht. Van Uberquin. En hebben we nog koptelefoon gewonnen, gratis. Dat kost het met ons 5 euro, maar nu rotmuizen naar huis. Dus nou ja, als we thuis zijn, dan sluiten we de vlog af. Maar voor nu kijken we nog gewoon even rond voordat we naar huis gaan. En nou ja, ik noem het een top dag, toch? Ja. Dus nou ja, wanneer we thuis zijn, zien jullie ons strakjes. En om toe te voegen voordat ik ga stoppen met vloggen en rondneus, de YouTubers met wie ik niet op de vlog ben gegaan, zal dan gewoon automatisch overal nergens in de vlog verschijnen qua foto. Ja toch? Ja. Dus we gaan lekker rondneuzen. Je hoort ons strakjes. En daar ben ik weer. Na een hele leuke, drukke dag zijn we weer thuis. De koptelefoon heeft een ereplaatje naast mijn twee Pokéball Powerbanks. En ik zou zeggen eigenlijk tegen Rikkeltje, King Alert en de rest, jullie gozers, wij zijn allemaal tof. Doe verder je best natuurlijk en laat die haters lekker praten. Gewoon je broek naar beneden en je kont laten zien en gewoon zeggen middelvinger, kus mijn kont. Want jullie grappies allemaal zijn super leuk en super tof. De Bakkertjes, broer en zus TV, leuk jullie te ontmoeten hebben. Ik kijk jullie natuurlijk via mijn vriendin die bij mij was. Jullie zijn ook toppertjes. En ik zou zeggen, ik hoop dat jullie bij een volgende meeting of volgend jaar met Dutch YouTube Gathering weer kan zien. En in ieder geval hebben jullie het tot zover gekeken. Geef het een blauw duimpje omhoog. Reageer in de reacties beneden wat jullie ervan vinden. En of je jezelf hebt gespot met het filmen. En ben je nieuw? Abonneer op mijn kanaal. En vergeet dat belletje niet in te drukken om een notificatie iedere keer te krijgen wanneer ik een video upload. En verder, ik hoop dat jullie het allemaal ook hebben genoten van mijn vlog. En ik denk dat het een XL vlog van geworden is. En ik zou zeggen bedankt voor het kijken. Deel met je vrienden. En tot de volgende vlog. Doei doei!